Een nieuwe kitten in huis is een spannende, leuke en interessante tijd. Je laat hem zijn nieuwe omgeving ontdekken, overlaat hem met kusjes en knuffels en leert hem wat hij wel en niet mag doen. Het zindelijk maken van deze kleine rakker is daar een onderdeel van. Het is een belangrijke eerste stap om hem thuis te laten voelen in zijn nieuwe huis. Zodra de kitten in huis is, hoort er ook een kattenbak in zijn buurt te zijn. Alle katten gaan instinctief op zoek naar een absorberende ondergrond om hun behoefte te doen. En een kattenbak voldoet aan deze eis. Wanneer je hem onrustig in huis ziet snuffelen, is de kans groot dat hij naar het toilet moet. Hoe ga je ervoor zorgen dat hij direct aanleert om gebruik te maken van de kattenbak? Wij geven een aantal tips. Kies een kattenbak met het juiste formaat. Een handige vuistregel is om een kattenbak te kiezen die minstens 1,5 keer zo lang is als je kat. Kies de juiste kattenbakvulling. Experimenteer met verschillende soorten kattenbakvulling. Iedere kat heeft zijn eigen voorkeur. Geeft hij de voorkeur aan klontvormend of niet klontvormend? De plek van de kattenbak. Zet de bak een flink eind bij het etensbakje vandaan. Liefst op een rustige, goed bereikbare plek. Net zoals jij houden katten er niet van om gestoord te worden terwijl ze hun behoefte doen. Zorg er dus voor dat de bak niet in hun doorgang staat en er geen geluiden of storende bewegingen zijn. Houd de bak schoon. Schep de klonten er elke dag uit en verschoon de bak eens per week. Moedig jouw kitten iedere keer aan om de bak te gebruiken. Zet hem er een aantal keer per dag op. Kies hier een vast moment voor, bijvoorbeeld in de ochtend of na het eten. Geef hem zijn privacy wanneer hij op de kattenbak zit. Hij is niet zo dol op pottenkijkers. Wanneer hij verlost is van zijn boodschap, kan je hem belonen met lieve woorden, snoepjes en een aai over zijn bol. Succes met de zindelijkheidstraining!